Parlementariër Jennifer Vreedzaam noemt de wet bescherming moederschap die nu behandeld wordt in het parlement belangrijk. Vreedzaam is voorzitter van de commissie van rapporteurs die zich hierover buigt. Ze zegt dat met de komst van de wet zowel de man als de vrouw wettelijk verzekerd is van verlof bij de geboorte van een kind. Wat is het belangrijkste punt voor u als commissievoorzitter in deze wet? Nou, het belangrijkste punt is 1. Dat het recht van de vrouw om te genieten van de verlofdagen voor de zwangerschap en na de zwangerschap, dus na de bevalling, dat belangrijk is. Dus dat recht wordt genoten door de vrouw, door de werkende vrouw. En dat is een belangrijke recht van de vrouw dat wij nu in wetgeving zullen regelen. En er zijn wel een aantal zaken met betrekking tot de moederschapsverlof en de werkende vrouw in de grondwet vastgesteld. Maar u weet, er zijn de wetten die zijn nog niet geregeld. Dus nu gaan we dat allemaal vastleggen in regels die de regering dan nu heeft vastgelegd in de ontwerpwet. En dat is dan het ontwerpwet beschermingsmoederschap. Dus daarin wordt dan voor zowel de private sector als de publieke sector, dus de overheid, de verlofdagen van zowel de moeder als de vader geregeld. Alus Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de commissie van rapporteurs over de wet bescherming moederschap. De nieuwsdienst vroeg aan enkele mannen in de binnenstad hoe belangrijk het is dat de man ook verlof krijgt wanneer de partner is bevallen. Hoe belangrijk vindt u het als vader dat de vader ook recht heeft op verlof wanneer de partner is bevallen? Nou, dus kijk, wanneer de partner is bevallen, is het ook misschien een beetje makkelijker voor de vrouw als haar man thuis is en hij helpt ook mee. Weet je, want het is ook een beetje zwaar voor die vrouw als zij alleen alles moet doen terwijl die man over straat is, als het ware. Dus of aan het werk is, laat dat zo zeggen. Begrijpt u? Dus aan de ene kant gaat die vrouw, ik denk dat die vrouw toch een beetje hulp zal vinden van haar man om een beetje mee te helpen. Wanneer ze is bevallen, hè? Want het is een zwaar iets als een vrouw bevallen wordt. Dus dat denk ik hoor. En hoeveel dagen denkt u zijn voldoende voor de man als het gaat om verlof? Als we kijken naar gendergelijkheid, dan moet het zo zijn dat die man ook 6 weken voor moet krijgen en 6 weken na. Als het ware, bij wijze van spreken. Vindt u het belangrijk dat de man, net als bij de vrouw, ook verlof krijgt bij de bevalling van zijn partner? Vindt u dat belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk en ook eigenlijk verplicht, want dat is de drukste tijd tussen jou en je partner, om je partner bij te staan. Weet je wat? Ze gaan bepaalde dingen nodig hebben voor het kind en dan moet die vader daar zijn, want het moeder kan niet daar zijn, want ze ligt al in de ziekenhuis. Dus die partner moet alles doen als man, weet je. Dus het zou goed zijn, minstens 3 dagen of 4 dagen, weet je. Of misschien een week, het ligt aan die werkplaats. Maar ik vind van minstens 3 tot 4 dagen zou goed zijn dat die verlof kan krijgen om zijn vrouw te helpen. Ja. U hoorde de mening van 2 burgers over de wet bescherming moederschap. Bij de samenstelling van het bulletin was de behandeling van deze wet nog gaande. Volgens Vreedzaam is het echter de bedoeling dit wetsontwerp nog vandaag aan te nemen.